Het zijn gangsters die de politie recentelijk hebben beschoten te Grand Creek. Dit stelde justitieminister Kenneth Amoksi vandaag voor aanvang van de vergadering van de ministerraad. De bewindsman geeft aan dat er een onderzoek gaande is en de opsporingsdiensten precies zullen nagaan hoe de agenten in de helikopter zijn beschoten. De criminelen die op de politie schieten. Wie zijn dat? Dus zijn gangsters sowieso. Want als je durft op de politie te schieten, is het overheidsgezag. De politie moet ons beschermen. Laat mij aangeven dat er nu een eenheid in het gebied is om opsporingsmaatregelen uit te voeren, opsporingsacties uit te voeren. En we hopen natuurlijk dat het positief uitpakt voor ons. Politiewoordvoerder Milton Kensmil vertelde eerder in de media dat een concessionaris de helikopters had ingezet na een beroving. Drie agenten zaten in de toestellen toen er op ze werd geschoten. De helikopters konden niet landen en vlogen terug naar Paramaribo.